Ja, er zit een kaartje bij. Had ik ook al gezien, maar we gaan hem eerst even uitpakken. En het is een schat hoor, echt, dat is zo lieverd. Zo, even jullie laten zakken. Dat is Margriet, daar heb ik hem van gekregen. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ik ben laat, heel erg laat, maar ja, ben ik tegenwoordig wel eens vaak omdat ik niet in orde ben of steeds. Je bent nat, dus wegwezen. Je bent nat. Het is vandaag de 20ste, nog steeds januari en nog steeds ook 2022, maar daar zitten we nog maar net in. Het is 15:50, ik moet ook nog boodschappen doen, maar we hebben net buiten geweest te lopen en het stormt. Je wilt niet weten. En een hagelbui op ons hoofd. Ja, ik had mijn capuchon op, maar die waait ook weer af en het zit allemaal niet. Maar ik ben helemaal verrast. Tja, ik werd aan het begin van de middag al mijn bed uitgebeld door een bloemist. Ik heb geen bloemetje besteld of wat dan ook, ja. Dus ja, zal ik een bloemetje krijgen? Ik niet weten. Het is dus niet een bloemetje, maar een plant. En weer een orchidee. En daar ben ik blij mee. We gaan hem samen even uitpakken. Hier staat hij. En ik weet of ik dat zo kan doen. Jullie wat hoger vallen jullie dan niet hoor. Niet omvallen. Zo. Ja, er zit een kaartje bij. Had ik ook al gezien, maar we gaan hem eerst even uitpakken. Halen we eerst dat er even af. Oh, dat zit daar ook nog vast. Wat sticky. Nou zeg, dit is niet leuk. Nee, is niet leuk. Zo. Kijk. Altijd leuk voor een, om een ander cadeautje te maken. Ja. Dat leggen we daar even neer. Nou. Ja. En dat hebben ze geniet daar. Oh, shippie, shippie, shippie. Dit is met plakband. Nou, dan maar even zo. Nou, om er weer uit. En dan zit hij nog een keer in het potje. En daar pak ik even mijn schaaf op. Dus ja, ik laat het zo even staan. Even jullie draaien. Zo. Dan ga ik dit even weg. Natuurlijk, dat gaat helemaal. Oh, nee. Zo. Nou. Met een heel mooi bloempotje erbij ook, hè? Echt gaaf. Ik moet weer naar de keuken. Even dit weer weggooien, anders kan ik niks vergeten.
maar het lijkt net alsof er wat onder die pot zat. Iets. Ja, pootjes, van die veldpootjes. Ja, 3 stuks. Helemaal geweldig. Nou, dan gaan we eens even kijken van wie die afkomstig is. Dan haal ik hem even af, als dat wil. En dat wil wel. Tuurlijk wil dat wel. Moet hij wel verder? Oh, zo. Doe ik nog weer even dicht. Het is gewoon een grijs kaartje. Naar eigen keuze, denk ik, van de bloemist. Het gaat tegen allemaal telefoons. Geniet ervan, toppers. Bedoelt ze mij en de diertjes natuurlijk mee. Hoop nog vele jaren samen te werken in de groep. Lief, Margriet. Dat is dus een moderatrice. Ja, hartstikke lief. Ik zal eventjes haar foto opzoeken. Dan weten jullie wie Margriet is. Ja, dat hebben we. Oh, lekker dat zonnetje, maar niet heus. Het is Margriet Bogaert. En het is een schat ook. Dan moet ik eventjes naar. Hé, ik mis een map. Oh, chips. Ah, wat erg. Ja. Bovenin mis ik een map. Heb ik die weggegooid of zo? Nee, ook niet. Wij van beheer. En ik zag er al staan, maar nu zie ik er niet meer. Ja, ik heb er al. Eventjes openen in foto's. En het is een schat hoor, echt, dat is zo lieverd. Zo, even jullie laten zakken. Dat is Margriet, daar heb ik hem van gekregen. Nou, en ze is dus ook bij de 50 plus en bij meerdere groepen van mij, waar zij dus moderatrice van is. Dus ja, ik vind het zo lief dat ik die plant nou van haar krijg. Ik had dat echt niet verwacht. Nee, nou hartstikke lief, lieve schat. Ja, dankjewel. En ik hou van je. Maar dat weet je. En geniet ook verder van alles met wat je doet. Ja, en ja, ik mag ook momenteel niks plaatsen in Facebook. Want ik heb straf gekregen van Facebook. Ja, nou niks aan te doen. Nee, maar we kunnen elkaar spreken via WhatsApp of telefonisch. Je kan me ten alle tijden bellen, dus ja. Komt allemaal goed, lieve schat. Nou, lieve vrienden, verder, ik wens jullie ook een genoeglijke dag verder. Het is bijna 4 uur. Ik ga zo meteen mijn thee opdrinken en dan ga ik nog boodschappen doen met dat rot weer. Echt, er is niks aan. Nou ja, jullie horen het wel, maar het is nog steeds. Maar dat gaat ook baggen met mij. Wat doen we maar? Ja, toch. Maar oké, lieve vriend, ik zou zeggen, tot later. Doei. Ja, lieve vriend, ik ben weer thuis. Enkel, ik zou jullie er al eerder bij pakken, maar toen ging de telefoon en dat was Karin. Dus eventjes met Karin zitten te babbelen. Hooguit 10 minuten, ongeveer 5 à 10 minuten. Nou, ik ben eerst naar een schoenenwinkel gegaan om te kijken naar nieuwe laarzen. Nou, die had enkel nog maar enkel laarzen. Nou, dat wou ik niet, want die heb ik. Ik wou lange laarzen. Zoals mijn oude, van deze. Maar dit is je derde. En dat wordt smerig. En dat krijg ik niet schoon meer. Ze zijn ook al oud. Ik denk, ik wil andere laarzen hebben. Nieuwe. Die ik desnoods kan poetsen, weet je wel. Maar dat ik van dat spul koop en dat ik het op kan poetsen. Heb ik nou. En ik heb ze aan. Nou, dat kan jullie lekker niet zien, maar ik doe hem wel even uit. Het zijn simpele laarzen. Er zit geen poespas op, gesjes, niks. Nee. Helemaal niks.
Dat is de ritskant. Nou, helemaal. Het enige, dat is de, van de wreef, dat zit erin. Nou, ik hoop dat jullie dat kunnen zien zo. Ja, toch? Nou, mooie laarzen. Ze zijn zelfs nog ietsje hoger dan de oude. Enkel de eerste schoenenwinkel waar ik normaal altijd slaag, die had dus niet meer. Nee, ja, enkel laarzen. Nou, dat heb ik. Maar ik wil dat mijn broek er fatsoenlijk in blijft zitten. Die kan ik wel aan met leggings, maar niet met een broek. Want dat gaat eruit. En dat wil ik dan niet. Nou, dan ga ik naar de enige schoenenwinkel die voor mij betaalbaar is. Er zijn er nog een paar hoor. Maar die zijn wat duurder. Ik vond deze laarzen zelfs eigenlijk voor mijn portemonnee te duur. Maar ik had over, weet je, van de vorige maand. Dus ben ik naar Van Haren gegaan. Ja, ik word niet gesponsord hoor. Nee. En daar ben ik dus geslaagd met deze laarzen. Nou, daar ben ik blij mee. Ja, en ik heb dus boodschappen gedaan. Maar nog niet alles, want mijn energie raakt op. Want ik wil eigenlijk nog even fruit halen, dat ik het in de blender kan doen. Ik heb daar nou het fut niet meer voor. Ik denk, komt wel. Morgen krijg ik het ook smorgen druk, want morgen komt Karin met elkaar om 9:30 al. Moet sowieso om 8:00 al naar de huisarts bellen. Nou, dan moet ik eruit, dan moet ik mij aankleden en wassen, etc. Dan komt Karin om 9:30. Nou, dan gaan we samen denk ik wel de honden even doen. En rond 1:01 komt Stefan weer. Dus ik moet proberen een afspraak te maken voor in de namiddag. Want andere week kan het ook weer niet, want dan is de dokter op cursus. Heb ik maandag al, geloof ik, gebeld, maandag of dinsdag. En dan kon ik al niet eens niet meer terecht, dan was het al druk. Zat hij al vol? Ja, nou, vind ik niet leuk, hè? Hij heeft hem zelf nodig. En hoe vaak heb ik een dokter nodig? Bijna nooit. Maar kijk, ik heb boodschapjes gedaan. En ik heb weer eitjes en broodjes. Ja, van alles en nog wat. Dus ja, ook vleeswaren weer erbij gehaald. Dan kan ik dat ook weer aanvullen, want ik had de vorige keer geen ham. En dat heb ik nou ook gehaald. Nou, ik denk, ik neem ook gelijk weer kaas mee. Dus ja, en ik zit aan een bakje thee, dus daar gaan we ook op drinken. Nou, omdat ik vanmiddag ook laat was met meisjes, hoef ik ze nou nog niet uit te laten. Dus dat doe ik halverwege de avond alweer. Dus blijf lekker binnen bij de warme kachel, want ik heb het koud. En ik ben moe. Ik ga het lekker even rustig aandoen. Dus ja, lieve vrienden, geniet van jullie avond, want dat is het dus al reeds. Het is 6:10. En geniet van alles, net wat jullie gaan doen. En hou je fatsoen. En tot later maar weer. Ik zou zeggen, geniet ervan.